KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Hallo allemaal en welkom bij een nieuw duel tussen een E-divisie werknemer, kan ik dat zeggen? Mag jij zeggen. En Q. Sap. Hey man, we zijn super gaande. We hebben een tijdje terug al Nessim ontvangen. Die heeft tegen Koen Weiland gespeeld. Hoeveel? Dus die had het iets makkelijker. We gaan wel beginnen, denk ik. Nou, we gaan nu beginnen. Ja. Oké. Ik ben Real Madrid, voor de mensen thuis. Heel veel succes. Zo, je drukt toch gewoon. QC natuurlijk van supergaande, wat ik al zei 2 weken geleden. Oh, wacht even, wacht even. Nessie, smoesjes, gelijk dingetjes. Gelijk zijn controle weer niet. Ik schiet hem even uit. Een tijdje terug hadden we Nessie ontvangen, de andere helft van supergaande. Die moest tegen Koen Weiland. Ik denk in principe dat Koen een makkelijkere tegenstander is dan Bas. Ik heb nog instellingen staan van een professionele speler. Dat ben ik niet, dus. Ja, dit is tackle, wat? Bas probeert hem een rood kaartje te doen. Kijk dan, wat is dit? Wat is er aan de hand? Ik heb settings, ik heb rondjes tackelen en andersom zo. Oh, je hebt alternatieve instellingen. Ja, dat blijkbaar wel. Wil je gewoon even opnieuw? Of, Ja. Waar niffel. Die is al 4 minuten, dit was al de eerste deel van het jointje, man. Bro. Ik heb al veel te pakken. Ongekend. Maar QC natuurlijk ook een beter FIFA-speler. Ik denk dat jij beter bent dan FIFA. Beter in FIFA dan Nessie. Ja, 100%. Hij zei dat hij jou wel eens heeft geklaard. Afsluiten en dan rechtstik. Maar QC heeft net ook in de opnames van Studio E-divisie vrij lang lopen opscheppen over dat hij ons wel allemaal zou klaren en zo. Ja, hij zit ook weer allemaal dingen te doen. Oh, Bas, die moet weer... We hadden afgesproken dat als Bas achter staat in de rust, ik weet niet of dat gaat gebeuren, dat ik het dan overneem. En jullie moeten nu weer opnieuw gaan. Nu kunnen ze allemaal die spelers toe gaan voegen, wat toch niet werkt. Want het... Nee, ik moet geen spelers toevoegen, ik moet mijn instellingen veranderen. Maar nu gaan mensen jullie toevoegen, die gamertag. Bas, dit is ook allemaal... Ja, dit werkt ook niet in mijn voordeel, jongens. Het ziet er netjes uit, Bas. Ja, dankjewel. Jij ook, man. Dankjewel, goed uit. Ja. Hebben wij speciaal gedaan voor Kenneth Perez. Ja. Die maakte ons de vorige keer een beetje belachelijk. Ja, ik had een pet op. Dus Bas had een pet op. En toen zei Kenneth eigenlijk dat je dat niet kan maken. Dus van deze Kenneth, ik hoop... Dat je er goed uitziet. Ik was gisteren naar de winkel gegaan nog en toen zei ik daar, ik wil eigenlijk een beetje op Kenneth Perez lijken. En toen zei hij, maar die is wel heel goed gekleed altijd. Ja. Zij Kenneth misschien. Ja, Kenneth. Ja, okay. Dat is een goeie. Maar hoe kan ik dit nou veranderen dan? Want Wat wil je veranderen, jongen? Wacht, aangepast. Je weet hoe FIFA werkt, toch? Oh, klassiek. Ja, dit moet ik. Oké. Okay. Maar jij hebt toch een FIFA-serie op? Ja! Hij heeft een FIFA-kanaal bijna. Nou, trouwens, dat is niet waar. Nou, semi. Half rap, half FIFA. Gaan jullie nu echt daadwerkelijk alles aanpassen? Nee, niet alles. Niet alles, maar ik wil ook even mijn controle even checken of die goed staat. Ik denk het wel. Ik hoop dat het nu oké is. Speel je gewoon op klassiek? Tuurlijk, altijd klassiek. Lekker, man. Is alles goed? Oh man, kijk. En op spelen alles. Drukken nu, Q? Ja. Ik wil even nog naar mijn team kijken. Heb je ook zo'n team op UT? Huh? Heb je ook zo'n team op FUT? FUT geeft mij stress. €600 uitgegeven, ik krijg Ribéry. Als beste. Ja, Ribéry. Ja, dat mag toch niet. Rip uit mijn lijf, Ribéry. Ribéry. Staat dus ook op je shirt. Ribéry stiek. Ja. Ik ben wel vegetarisch. Dus, ja. Ben je vegetarisch? Ja, 5 maanden, man. Nee, man. Eet alleen pussy, ik weet niet of dat maar gezegd mag worden. Ja, dat is rauw, hè? Nou, welkom bij een nieuwe pot van de E-divisie. Oké, we gaan beginnen. Ja. Nou, top. We hebben net een top van gehoord. Eindelijk een tweede start. Ik hoop dat nu alles goed staat. Dat we niet weer door zo'n. En als het niet goed staat, dan staat het niet goed. Ik ga proberen dit keer echt wat meer commentaar te geven. Wat meer diepte in te gaan over bepaalde onderwerpen. Keuzes die Bas bijvoorbeeld maakt. Die ik dan uiteindelijk kan gaan uitleggen waarom dat een foute keuze is geweest. Ik heb daar een hele voorbereiding mee gezet. Oh. Gelijk aan Mattie. Gelijk. Ik zeg dat toch, man. Je had dus gelijk. Want er waren net 5 minuten voorbij. Hij zei dat is het eerste deel van het jantje al. En nu bewijst hij zichzelf. Lewandowski. Dat wordt toch een jantje dan, denk ik. En Q's idee eigenlijk een celebration die we vaak zien bij e-sporters. Ja. Het opstaan buiten de camera ook dan direct. Ik maar eigenlijk als Feyenoord mij nodig heeft als e-sporter, we hebben net al een oproep geplaatst dat Feyenoord dat kan doen. Maar goed, Bas, dit is niet de eerste keer dat je achter staat hier. Je precies. Hebt natuurlijk ook een keertje van Simon precies. Verloren. Hebben we daar beelden van ook? Nee, we hebben geen... Ja, jawel, ik heb dat gefilmd op Instagram. Right. Kijk. Nu sta je echt onder druk, Hugh. Er staat een camera op je gericht. Ja, ik begin het te merken. Die is ook een beetje aan het zweten inmiddels. Je voelt de spanning ook omhoog komen. Wat een focus. Ik ga maar niet meer direct tegen onze spelers praten, want het zorgt voor een beetje afleiding. Real Madrid is het team dat Bas normaal gesproken heel vaak heeft. Oh, mooi trucje, jammer. Niks aan de hand, man. Mijn verdediging is sterk, papa. Q
QC die noemt mijn naam, mijn bijnaam. En ik voel hier gewoon weer een goede aanval opkomen eroverheen. Carvajal. Goed verdedigd van onze Bassie Stent. Ja, dankjewel man. Doe mijn best. In je wijk is hij bekend. Bas van Velzen, maar ze zeggen Bassie Stent. Dankjewel. Kijk hoe ik die bal weer afpak, man. Ja, ik zeg, je bent echt goed, man. Ja, wel een aanvallende opstelling, hoor, aan allebei de kanten. Vidal en Thiago. Vidal natuurlijk wat defensiever ingericht, maar Thiago... Hey, overtreding scheids. Nee, was niks. Het zijn Duitsers. Ja, wie weet hebben we ook een Duitse scheidsrechter, Bas. Ja. Nou wil ik hier niet te veel kritiek gaan leveren, want als er ooit een E-Liga... Zo, die sloeg nergens op. Een beetje te hoog naar zijn bord steken, hè? Lewandowski kan het gewoon. Oosterburen opbouw boys. Daar kritiek van terugverwachten. Robbie gaat even tedering aan de zijlijn, zie ik. Oei, 1-2'tje Ronaldo. En is hij niet lower op snelheid? Ja, kijk hem. Dit willen we zien, Bas. Alleen dan niet te Ik moet toch die fans proberen een beetje te vermaken. Ja, weet je waar de fans denk ik meer waarde aan hechten dan aan vermaakt worden? Exact. Maar waarom doe je dat niet? Als je het zelf ook zo, wat is het? Wil je een doelpunt zien? Ik wil een doelpunt zien. Okay. En dan liefst aan jouw kant. Nee, maar dat gaan we regelen. Maar dan moet je wel door mijn verdediging heen komen, man. Want zodra ik er ben... Dit lijkt op buitenspel. Is het niet? Oeh, buitenom. Oh, die bal. Als die tussen de beentjes ging, dat was denk ik je intentie. Dan was het klaar, ja. Dan was het klaar, ja. Dan was hij op volle tour in, net als ja. Maar Q, inmiddels, 22e minuut. Ik denk dat het volgende doelpunt wil je op schema blijven voordat Jantje in de eerste helft. Wat officieel ook eigenlijk een Jantje is in de eerste helft. Scheids. Wauw. Dat zijn die Duitsers, hè? Lekker man, mooie overtreding en geen kaarten. Oké, okay. Eén goal is leuk, maar ik moet mezelf weer eventjes laten zien. Ik zou dan man. Toch misschien als ik Bas was wat centraal kijk, gaan spelen. Kijk die verdediging, man. Misschien 4-2-2. Ja, ik zat stiekem, als ik heel eerlijk ben, ook al een beetje aan te twijfelen. Even druk op pauze dan. Je kan maar niet vroeg genoeg je... Lekker, man. Ik moet toch een beetje naar mijn compagnon van Team Baard luisteren, natuurlijk. Ja, maar wij zijn een goed team, dat weten we. Dom. Als we echt een e-sports team moeten starten, dan moet ik ook naar je luisteren, gewoon. Nee. Zo, wat slaat dit op? Willen we nog een goal zien buiten de 16? Kan je dat beloven? Tuurlijk. Nou, ik wil wel vermaakt worden hoor, want ondertussen is het toch al enige tijd heel erg rustig. Ja, man. Met ook niet hele nadrukkelijke kansen of schoten op goal van beide tegenstanders, beide teams. Maar ja, het komt eraan. Oeh. Ik voel hier een doelpuntje aankomen. Inmiddels is het al echt een flinke tijd geleden dat Bas een pauze heeft gedrukt. En sindsdien is de bal nog in één keer uit geweest. IE Mafia. Oh jee. Oh jee. Ja, dit is binnen de 16 Q. Ah, man. Ik ben aan het kutten, maar even... Al zijn spelers dan achterin, Rick. Oh jee, Cristiano Ronaldo. Niks aan de hand. Zolang hij verdedigen ze zijn als hij hem selecteert. Bas, dit is ook weer zo onnodig. Niks aan de hand. Waarom doe je nou weer de trucie, man? Trucie, man. Bro, man, bedoel. Ja, maar neef, man, broer, maar Pim Klaas, maar neef, man, ja, man. Oh, hij is weg daar. Oh. Nee, tuurlijk niet. QC. Wel rustig aan. Oh, ja. Die was niet voor hem. Goeie nou, man. Kijk hier, tackle. Blokkade van Verkade, ken je die? Natuurlijk was hij op Modric, man. Nou, fijn dat ik nog in ieder geval van spelers kan wijzigen. Zo, is wel echt... Ik ben een beetje... Wacht, tweede helft moet ik me herpakken, man, jongens. Ah, tempo ligt hoog, alleen er gebeurt niet zo heel veel. Maar kijk, mijn verdediging is altijd on point. Dat zijn allemaal dingetjes die ik gewoon zeg. Okay, we gaan even wat zakelijke spelen. Tempo ligt hoog. Gaat gelijk op. Kijk, dit slaat nergens op, man. Wijziging aan een van beide kanten. De spelers gaan thee drinken. Scheids. Hier niks aan de hand, Bik. Nee? Niet eens een kaart. Niet. Oei, rust. Moet je opletten of... Nee, helemaal niet. Ik krijg een vrije trap. Oh, nou, eindelijk op pauze gedrukt. Jit dit in leeuw. Ja, kan je beter wachten tot rust. Ik moet even gaan ingrijpen, man. Oh, ik zie spieken. Nou, maar mag dat niet? Voor mij mag dat. Oei, maakt niet uit wat hij doet. Ook al koopt hij nu Messi, zet hij hem erin. Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld in mezelf. Teleurgesteld in? Ah, ik had... Maar ja, in de tweede helft ga ik het goed maken, man. Maar die 1-0 weken, dan ga ik weer onderschatten of... Ja, dan ga je een beetje naast je schoenen lopen en zo. Ja. Dan doe je het een beetje nonchalant. Nooit onderschatten, mensen. Meer ga ik niet zeggen.
Ik heb dus gehoord dat jij in mijn wijk bekend bent. Ook dat. Toevallig is dat ook nog eens zo. Ik weet niet wat je probeert, man, bro, maar niet bij mij. En nu is dan de rust. Gaan even die instructies thee drinken. Geven. En één schot op goal cue. Maar één raken. Ja, tuurlijk. Dat is ook heel belangrijk. Maar, het is maar wel... zag je hoe ik verdedig? Bro, daar gaat het om. Ja, het zit potdicht. Als je scoort en je verdedigt goed, ja. Dan zit je... Dat is meestal hoe het gaat. Of tenzij je slecht verdedigt. Maar let op, tweede helft. Bij mij altijd het eerste potje, tweede helft gaat het. Even wennen aan het spel van Bas en zo. Een hele setting hier, ja, al die toch? Camera's. Heb je ooit zoveel camera's op je gehad, überhaupt? Laat staan dat je het ja, man. Ja, ik heb wel veel camera's om. Ik wou weer een foute opmerking gooien, maar... Het is tv, hè? Scheids, man. Er gebeurt niks, man. Tuurlijk wel. Oh. Oh, ga je wachten? Ga je wachten? Ja, ben je zo... Oké. Scoopie. Hier een scoop erbij. Oh! Giovinco turn, heel flik. Ja, dit... Oh, Bas, wat doe je? Wat doe je? Bas, wat doe je nou, man? Maar kijk, nu heeft hij mij beledigd. Hij wil mij trucjes zetten en zo. Bro, nu ga ik het gelijk afstraffen. Een nonchalante boel, man. Bas. Dolle met Zwolle, bro. We blijven gewoon de fans. Ja, maar dat is echt Bas' Achillesziel. Ja, sorry. Toch. Tuurlijk. Fuck. Dat shit. Zo makkelijk met dubbel rondje, Bill in de verre hoek. Bas, ik ben geen winnaar, bro. Maak me niet boos, hè. Bas is een entertainer. Ik ben geen winnaar. Don't trigger me, man. Ja. Keeper. Doe dan een trucje. Ja. Het is mooi met jou. Borrel. Hij is wel agressief. Tuurlijk, moet. Hij hapt goed. Wow, ik kan niet vanaf daar erin knallen. Cornetje. Ik heb nog een doelpunt buiten de 16 voor jou te goed, Q. Ja, joh, maar eerst deze. Oh. Oeh, ja, nu dat countje, moet je voor oppassen. Oeh, goed afgelegd. Is dat Casemiro? Ja, daar heb je niet heel veel aan. Misschien iets aanvallende voetbal van Bas? Kan vooral 1-2'tje aan het over... Oh, ja, te laat. Kan vooral is dat heel optimistisch. Garrett Bill. Oh, ja. En waar Niffel? We komen eraan, boys. Gaat die zo lekker, hè? Maar ik sta nog voor. Zo! Ik heb echt heel erg de neiging om die controle op te pakken. Maar dat mag niet. Ik mag niet meer spelen sinds de laatste keer. Nee, maar ik kom eraan. Kijk hier wat ik doe. Oh. Oh, ik voel nu toch een beetje de druk van Bas. Bas kan toenemen. Oh, de akka van Niks aan de hand, man. Geen akkaatjes op mij, man, bro. Enige AK 74. Gooi die akka net als ADO. Ribéry kan niks. Tuurlijk wel, bro. Ja. Ja, die tikt die over. Nee, die tikt. Soms zie je dat de keeper die overtikt voor een cornertje uiteindelijk. Maar Bas, je moet nu echt een beetje vaart gaan maken. Ik moet helemaal man. Niks. Zag je die tackle? Oeh, ja, die is heel erg goed. Ja, man, ik heb hem net nog uitgelaten. Nee? Oké. Okay. Overtredingsrijd. Jullie willen Les hebben, Bas. Hè? Blessure bij jou. Ja. Ja, dan eroverheen Lewandowski. Staat er niemand voor de goal, helaas. Kijk hem, gewoon hoog. En dan komt hij in, papa. Oh, man. Oei. Oké, buiten de 16. Ik heb het beloofd. Ja, maar dat soort schoten buiten de 16 met Krieg natuurlijk wel een beetje de statistieken. Dan gaat weer Dani Carvajal. Niks aan de hand. Kijk, hij weet niet wat hij moet doen. Bas, geef hem dan voor. Yes! Luka Modric. Maar oké, nu ben ik wakker, jongens. Nu ben ik geïrriteerd. Let ja, Bas, het doet een beetje pijn om zo'n doelpunt te scoren, hè? Nee, absoluut niet. Gaan we een monnetje zetten. Hoeveel? Hoeveel is dat? Tientje. 20. Dat is cool. 20. En als het gelijk is, dan gaan we verlengingen, hoor. Tuurlijk. Maakt me niet uit dat we over de zendtijd heen gaan. Ja, voor 20 euro. Even om mijn straaltaal te verbeteren. Is dat 2 Donnie? Zeker, man. Ja, je hoort het allemaal aan Bosselom, hoor. Oei. Nog een vrije trap, maar er wordt doorgespeeld. En wat doet Lewandowski nou daar dan? Dat weet ik ook niet, man, bro. Als jij wint met een doelpunt buiten de 16, dan leg ik er ook een Donnie bij. Oh shit, Q. Nou dat gaan we doen. Scuba! Ah, nee, man. Ik wou hem buiten de 16. Bro, ik tackle je kapot, hè.
Oh, dat is slechte aanname. Oh jee. Dat doet Q toch een LB voorzetje of een paas met zijn verdediger. Die dan diep gaat lopen. Nee! Die wilde door. Oh, Neuer! Helemaal dronken deze man. Bas, wat is dat ook weer? Helemaal dronken. Ja, ik doe hem eerst naar zijn linker. Nee, ik doe hem eerst naar zijn linker, maar hij gaat niet. Moet je gewoon verder op de keeper aflopen en een chippy doen. Kijk hier, dit is Alaba altijd. Alaba. Ja, hè. Zegt die barman. Alaba. Hé, hey, de speel ligt op de grond, man. Oh, jee. Oh, ik voel nu een doelpuntje aankomen, hoor. Dit wordt heel, makkelijk. Wordt heel makkelijk verdiend voor Bassie. Dit wordt heel makkelijk. Oh. Was dat achter het standbeen? Ja, lekker man. Oh, ik ga zo met de Mackie klappen met die 20. Hey. Dit kan niet, man. Ik weet niet. Ik hoor maar, ja, hij was nog via, man. Ik hoor Jantje dit is het mooiste doelpunt dat ik tot nu toe heb gezien. Bro, kom straks nog een potje tegen mij. Oh, ik hoor Jantje op. Dit, dat. Ik hoor 20 euro, ja. Oké. Okay. No Lukaku door de maar je weet, Koen, je weet van mij. Maar is de wedstrijd al klaar? Nee, toch? Dan is maar het klaar, ja. Dat compenseert wel voor je eerste doelpunt, inderdaad. Oei. Ja, dit is mijn valkuil. Ja. Oh! Zeg het toch, ik verlies altijd. Niet, papa. Altijd. Ik verlies altijd. Niet. Wat een wedstrijd. Altijd. Geneerhaal. Ik ben er met mijn kop er niet bij, echt. Die man zat er met zijn hoofd in de McDonald's. Ik zat met mijn kop en bij de Mackie, echt. Altijd. Maar we hebben nog tijd. Zag je die borst aanname, man? Ach. Dan scoor je zo'n mooi doelpunt en dan... We kunnen nog eentje maken, hoor. The story of my fucking life, echt, dit. En nu een long show. Ja, cool. Ja, koekoek. Hier, koekoek. Wat is dit dan? Koekoek toch? Koek. Ah, maar ik zweer, ik haat. Ja, en dan is de extra tijd denk ik ook al. Nee, joh. Oei. Die moet je nog echt op gaan passen, Bas. Die moet je echt op gaan passen nog. Kijk hier. Ah, je hebt hem geblesseerd, okay. Man, papa. Oké, 90ste minuut. Gaan we verlengen of dat wat? Dat kan niet. Het blijft bij een 2-2. Nee, we gaan... Doen we golden goal? We hebben om 20 gewonnen. Golden goal? Golden goal, ja. Golden cool. Goal. Sorry, regie van Fox. We gaan eigenlijk over de centtijd heen. Maar maakt ik denk niet dat uit. Niet alleen ik, maar alle kijkers dit ook... Alle kijkers willen dit zien. Krijgen we ook allemaal extra betaald, of? Worden jullie betaald voor dit? Nee. Jij wel dan? Ik krijg alleen gratis Mackie. ja. Ja, weer hetzelfde. Altijd dit, hè. Ik kom voor, ik neerhalen, verlies het man. Gewoon weer. Kick-off doelpunt. Moet je echt voor oppassen. Kick-off glitch, man. Ik ga staken, denk ik. Ja. Boy, dat was niet een glitch. Dat was gewoon een tanto mooi. Die man krijgt hem op zijn borst, man. Hij liet zien. Ja, maar... oh. Hij was even het mannetje, hè? Ik deed precies niks. Oh, dan krijgen we nu al deze aanpassingen weer. Gewoon daar gaan, ging, man. Daar ging die Big Tasty in 2 seconden weg. Big Tasty is niet meer in de schappen, man. Nou ja, dat zou hij anders ook wel zijn, hoor, als hij... Oh, hij vlamt jou keihard, man. Nee. Ja, ik kan van Roelie kan ik het hebben. Dat maakt voor... ook dat grap over mijn kleine piepie. Wat? Ja? Ik heb gehoord, je hebt zo'n bijzondere What? Piepie. Succes, man. Succes. Vriendschappelijk boksje. Ja, dit is wel... dit is een hele maar luister sport. Dan. Maar wie was die guy die over Jantjes praatte? Wie? Wil je hem nu nog krijgen? We gaan nog een potje. Hey, goal nee, golden goal. Golden goal. Maar wil je daar gelijk stoppen als je de 1-0 al... Ja, dat is golden goal. We gaan niet, dit wordt niet zo'n dingetje van best out of 3, best out of 5, best out of 7. Nee, joh, best out of 2. Zullen we gewoon meteen vanaf de aftrap doen? Aftrap doelpuntje. Maar Wim, zeg maar. Je hebt hem net tegen gekregen, dus... ik heb geen aftrap, man. Dat is wel jammer. Kijk. Alles op de aanval, allebei. Oh. Ja, dit wordt er lang rondgespeeld. En nu weet je dat er... Oei, oei, oei. Wou even gek doen, maar dat kan niet met Kimmich. Joshua. Ja, en dan de diep. Oh, nu is Ronaldo weg, hoor. Matsu Hummels, ja. Die hebben we door. Dat is Pauper voorzet, jongen. Heb je Bill op de linkerkant gezet? Tuurlijk, hij is links. Maar ja. Tuurlijk, hij is links. Kijk, hier van de bal afgezet. Hij is niet tegen draad. Hier, bro, wat is er? Oh. Ik heb het gevoel dat dit 90 minuten lang 0-0 wordt. En dat we dan uiteindelijk... Dan krijg ik Mackie, hè? Misschien moeten we anders Simon even vragen of hij nu de controle van Q's kan overnemen.
Ja, ik zou gewoon Sergio Ramos in de spits gooien. Die is goed in het scoren van belangrijke doelpunten. Oh jee. Oh, Luca. Oh, hij speelt dan eerder, maat. Zelfs ik vind het gewoon. Ik sta hier commentaar te geven. Af en toe val ik een beetje stil. Maar ik vind het gewoon echt oprecht een hele spannende wedstrijd. Koen knikt afschuddend. Ik heb nog nooit zo'n spannende wedstrijd gezien, Koen. Zelfs niet jouw wedstrijden. Oh! Kan niet, maar hij moet gewoon raak zijn. Ja. Yeah. Dit is wel survival of the fittest. Battle of the strongest. Voor ons. We gaan er maar even een einde aan maken. Oh jee, komt hij ineens. Ga je doelpuntje scoren? Marcelo. Ja, dat voorzetje moet nu komen dan. Oh, 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 oh! En dan tikt hij weer veel te ver voor zich uit. Blijf strijden voor ons, die is voor ons. Oh man, zijn grappie. Druk zetten, Bas, druk zetten. Tuurlijk. Hey, laat me niet op die ticking game gaan. Hey, die tik, 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 bro, ik zweer het. Ik heb een hele domme klok. Tik-tok. Ah, wat doet hij nou, man? Maar prima. Mag dat? Maar prima, op de rug? Voor mij mag dat allemaal. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat het niet in mijn vocabulaire terug te vinden is. Ik weet niet wat dat betekent. Ja, 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 dit is hem. Bas, kopje erbij, kopje erbij. Buitenspel. Nee, hij mist gewoon. Oh, mis, was mis. Ga je dit geloven? Was het mis? Ga je dit geloven? Ik dacht buitenspel. Hoe kan je dat nou missen, ga je dit Bas? Geloven? Ja, ga je dit geloven met Ronaldo? Ga je dit echt geloven? Dit, nah. Ik vind nu eigenlijk dat je verloren hebt, Bas. Hij miste net ook met Vidal, ik weet niet. Ja. Let op, let op, let op. Dit is goal. Ik voel hem, ik voel hem. Ik voel hem net als Chelsea. Nee, maar even oprecht, hoe kan je dat missen? Kijk, kijk, kijk. Kijk. Dichterbij lopen, dubbel tap hier. Rechter. Tackle van Verkade. Ik dacht al dat hij zat, man. Ga ik niet liegen met je bord. Scheids. Wat? Ja, kan goed. Mijn naam is Bassie Stent. Mijn moeder schaamt zich dat ze me kent. Oh ja, nee, dit is hem. Dit is... Oh mijn god, Bas, wat doe je nou? Nee, joh. Doe je nou afleveren? Wil je hem serieus zweten? Nee, zo wil ik hem zeker joh. Winnen. Klaar. Nee, joh. Aftikken, Q. Nee, aftikken. Joh. Zoe! Gerrit, door de beentjes van Neuer. Kom, pak je controle. Maar net of die zendtijd doorgaat of niet. Ik sluit alvast af. Jullie zien mensen, volgende in kijken. De studio. Jullie zien wel wie er heeft gewonnen nog. Twee wij gaan achter de schermen lekker. Hier door. Maar de golden goal is voor Bas. Hij krijgt 20 euro. En gaat er hele leuke dingen mee doen. Je wordt bedankt voor het kijken. En natuurlijk zie ik jou heel graag terug bij de volgende Studio Eurovisie. Ik weet niet of ik er zelf ben. Alsnog zie ik je graag met, terug. Eerlijk. Je kan ons ook volgen op alle social kanalen. Of natuurlijk op Fox en op het YouTube kanaal. Je wordt bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.